Bij ons Natalia, we kunnen bijna zeggen bijna rechtstreeks van uh, verlof, zeg maar, naar Moen. Ja. Hoe was het hier vandaag? Uh, heel tof. Ja, ja, het zonnetje scheen. En uh, de mensen waren echt wel in vorm voor een zondag. Namiddag is dat niet altijd evident. Ja. Je hebt momenteel een uh, nieuw album met veel nummers uit uh, Liefde voor Muziek. Ja. Uh, hoe heb je dit traject ervaren van de liefde voor muziek? Oh, dat was echt uh, een prachtige ervaring. Dat was echt zo. Um, ik kan er heel veel van vertellen natuurlijk, maar dat was uh, iets uniek, want dat gebeurt gewoon niet dikwijls dat er heel veel artiesten samen onder één dek een aantal dagen verblijven en ook um, de meeste mensen zien. De collega's elke dag, dat gebeurt niet bij ons. Dus uh, wij hebben er wel van geprofiteerd om echt wat tijd samen te spenderen. En om elkaar eigenlijk nog wat beter te leren kennen. En ja, je hebt heel veel gelijkenissen. Want je hebt allemaal mensen die met muziek bezig zijn. En je voelt dat toch wel dat dat iets is waar je je heel thuis bij voelt. Dus dat was, uh, was een fantastische ervaring. Echt. Er is trouwens een van die nummers genomineerd als zomergids. Ja! Walala. En je moet het eigenlijk opnemen tegen Laura Tesoro. hij heeft ook eentje die... Genomineerd is voor de zomerhit. Ja, ja dat zijn er nog, hè? Dat zijn er nog die genomineerd? Zijn, hè. Maar ja, ik moet, ik moet wel winnen, hè? Ah oh, ja, dat is zeker. Dat ja. is vandaag. Ja, dus um, ja, genomineerd met You've Got a Friend. Um, ja, dat zou fantastisch zijn als de mensen daarop stemmen, natuurlijk. Hè. Dat zou een fantastisch cadeau en een bekroning zijn voor, uh, voor het afgelopen seizoen van liefde voor muziek voor mij. We keren nog even terug, eenmaal, naar 2003. Het jaar waar alles startte voor u. Ja. Mocht er toen geen idool geweest zijn, wat zou je vandaag misschien gedaan hebben? Ja, als er nu straks mosselen uit de lucht vallen, we allemaal blauwe plekken. En dat weet ik niet. Ik denk zo nooit. Ik denk nooit van wat als, want, want als dat bestaat niet. Ja. Dus het is altijd... Ja, dat is een, een verzonnen verhaal. Dus ik, ik heb er eigenlijk nog nooit echt bij stilgestaan, omdat ik daar eigenlijk geen antwoord op weet. Ja. Dus uh, ik denk dat dat uh, mijn lot was en uh, dat dat een heel mooi was. En dat ik die opportuniteiten genomen heb en dat ik ervan genoten heb en dat ik mijn best heb gedaan en hard gewerkt heb. En dat ik daarom nu hier sta. Om af te sluiten, wat is voor jou de ultieme Natalia-hit? Oei. Ja, dat is een moeilijk, hè? Ja, dat vind ik echt een hele moeilijke. Oh. Uh, ik hoor zeggen alles. Ja, als ik, als ik uh, moet nadenken over, over wat het publiek meestal wil horen, of zo, dan, dan denk ik dat dat de uh, Ryzen is. en ja. I've Only Begun to Fight. En ik moet zeggen dat In My Blood ook wel heel goed gescoord heeft. Het publiek dat je dat, dat. Maar ja, ik weet, dat vind ik moeilijk. Ik weet, kan ik niet zo goed op antwoorden. Ja, ja. Bedankt voor deze leuke babbel en veel succes met alles wat je nog doet in de toekomst. Dank u wel. Merci. merci.